De Paramaribo Zoo heeft de noodklok geluid. Enkele maanden terug heeft de dierentuin op haar Facebookpagina een adoptieplan voor de dieren gelanceerd om zo het hoofd boven water te houden. Het bedrijf Skin Glens van Sima Jimidar is meteen ingegaan op het noodsignaal en het resultaat dat er een grote family day wordt georganiseerd op zondag 9 september. Jimidar geeft aan dat haar kinderen op Facebook hebben gelezen dat de zoo de dieren ter adoptie had opgegeven. Ze hebben haar als het ware gedwongen de nodige stappen te ondernemen en het gevolg is de loterij en de family day. De hoofdprijs voor de loterij is een ticket naar Curaçao. Zo kan men doneren en ook gelijk de dierentuin helpen, benadrukt Jimidar. En met een loterij, dat kunnen we, kan je ook al wat extra centjes bij elkaar krijgen. Toen hebben we de GCI Nilom gebeld en die waren ook gelijk ready. En de Paramaribo natuurlijk. Dus zo is het dus in combinatie. En het is bijna zover. Het is bijna 9 september, 6 weken verder hè, dat we zijn begonnen. De loterij is al gaande. Voor 10 SRD een lot. En je kan naar Curaçao. Hoofdprijs is een ticket naar Curaçao. Skin Glens is erbij, dus natuurlijk ook Skin Glens behandelingen. Spanhoek Passage heeft ons hotelovernachting gegeven. Met Cola Creek. HSDS heeft ons prijzen gegeven. X Avenue heeft restaurantbon gegeven. Wat hebben we nog meer? Dolfijnen-tour hebben we. En zo zijn er nog een aantal andere prijzen. Matroosprijsjes er tussendoor van andere bedrijven erbij die nog even aan het twijfelen zijn wat het precies wordt. Maar een heleboel prijzen en dat allemaal voor een tientje maar. Inderdaad hebben we een beetje moeilijke tijd achter de rug. Zeker begin van het jaar toen wij dus eigenlijk door hadden dat de subsidie behoorlijk naar beneden is gebracht. Van 165.000 naar 50.000 per jaar. En zeker als je let op de tijd waarin we leven, de devaluatie, alle prijsverhogingen, alle prijzen gaan omhoog, ook de voeding van de dieren. Dus dat heeft natuurlijk met zich meegebracht dat ik me als directeur echt zorgen begon te maken van hoe gaan we dit dan volhouden. Mm-hmm. Natuurlijk heeft het bestuur ook haar bijdrage geleverd om te kijken hoe we uit de situatie konden komen. John Altenberg, directeur van de Paramaribo Zoo, is helemaal te spreken over het initiatief van Jimidar en haar kinderen. Enkele maanden terug wist Altenberg niet wie Sima Jimidar was. Nu is hij blij dat ze dit project heeft opgepakt. We zijn daar heel dankbaar, natuurlijk ook haar dochters die het initiatief hebben genomen. En we hebben toegezegd dat wij alles gaan doen om het tot een succesvolle dag te maken. De dierentuin heeft er alle baat bij dat we inderdaad zondag 9 september een hele mooie, leuke en vooral veel geld opbrengende dag hebben. Wat we willen is dat de mensen in grote getallen komen. Hoe meer mensen, hoe meer kaarten worden dus verkopen. Je hoeft niets extra's te betalen. Het is gewoon de toegangskaart van de dierentuin. 15 SRD voor een kind en een seniorenburger, zegt meneer Altenberg. En 20 SRD voor een volwassene. En wat hebben we die dag? Wat maakt die dag extra? We gaan de dierentuin omtoveren. Dus als je naar binnen komt, dan ga je je afvragen van... Ben ik echt in de dierentuin? Is dit de dierentuin? Meneer Roelie, samen met de ballonnenkoning... gaan ons helpen vanaf zaterdag, gaan de opzet beginnen, wordt de dierentuin helemaal wat anders. Het wordt feestelijk aangekleed. Toch? En we hebben sminken, paardrijden, ballonnen. Zwemmen. Kinderen kunnen pootje baden. We hebben een treintje. Er gaan wat optredens zijn van, ik dacht sowieso, meneer Ruben Silvin. Als het doorgaat. We hebben mascottes. Er gaat veel te eten zijn. U hoeft uw eten niet mee te nemen. Er is voldoende te eten en te drinken in de tuin. Een enthousiaste Paramaribo Zoo-directeur Altenberg over de Family Day van zondag 9 september. Het doel van dit event is veel geld in te zamelen voor de Paramaribo Zoo. Op die dag zal de trekking van de loterij plaatsvinden, evenals de onthulling van een gedenkteken en plattegrond van de dierentuin.